alleen, hè? Ja, dat is een algemeen beeld van ons zorgcentrum in zijn geheel, waar we een inrit hebben met, met de Vos Reinaard. Dan hebben we een ingang met terras, een binnentuin. Er is heel veel licht dat je ziet, dus heel veel ramen. De meeste mensen komen naar hier uit eenzaamheid, ik wens, omdat ze anders een hele week, alle dagen, van 's morgens tot 's avonds binnen zitten. De chauffeur begeleidt hun van binnen tot aan de bus. Ze komen naar hier, hier worden ze weer begeleid van aan de bus tot hier binnen. Dus eigenlijk, mensen die niet meer alleen buiten kunnen, kunnen op die manier nog wel iets onder de mensen komen. Wij hebben het idee opgevat om een open deurdag te geven, omdat we hoorden van een aantal mensen dat die toch wel benieuwd waren hoe dat er nu eigenlijk in zijn werk gaat. Het is de bedoeling dat we voor iedereen een beeld geven over hoe het hier rijlt en zeilt in het woonzorgcentrum. Daarna komt Luc Mijntjes, de secretaris van het OCMW, aan het woord en die gaat u aan de hand van een aantal slides uitleggen hoe het allemaal in zijn werk gaat. En nadien krijgt u een rondleiding. We hebben hier de verantwoordelijke van het woonzorgcentrum Karin en de verantwoordelijke van de dagopvang Helga bij ons. We hebben een aantal folders over hetgeen Luc gaat vertellen over het woonzorgcentrum op zich. Hè, mensen die hier komen wonen, bewoners, permanent. Maar we hebben ook een dagopvang en een kort opvang. Wil je daar thuis toch nog eens bekijken of meer over wil weten, dan kan je dat foldertje meenemen. Je krijgt daarmee in een tasje, en daar wil ik er eventjes bij vermelden, met het nieuwe logo van de gemeente Kruijbeek. In een woonzorgcentrum gebeuren veel activiteiten. De hygiëne van de mensen, het eten wordt allemaal verzorgd door ons personeel. Maar er zijn ook nog animatieactiviteiten. Het is de bedoeling dat mensen zich goed voelen. En de Seniorenraad heeft in samenwerking met de gemeente en het OCMW een nieuwe seniorengids gemaakt. En de bedoeling is dat daar zowel voor actieve senioren als senioren met een zorgbehoevendheid info in terug te vinden is. Je gaat ook de wasserij en de keuken bezoeken. En nadien kan je dus een aantal folders meebrengen. En als je zin moest hebben, is er nadien ook nog gelegenheid om in de cafetaria eventjes na te praten. Maria die verkoopt hier alle mogelijke producten voor de bewoners en voor de bezoekers. He? En hoeveel keer doe je dat op de week, Maria? Ik doe dat persoonlijk 2 keer op de week. 2 keer op de week? Ja. Ah, ja. En wat zijn zo de producten die de mensen het meest kopen? Koekjes. Koekjes? Snoepjes. Ja. Ja, een beetje schoon. Pak gerust eentje weg, drink dat op de gemakske na. Meloen en spinazie. Echt heel lekker. Maar al wat zich in deze zone bevindt, is altijd tussen de 7 en de 60 graden vermeden. Dus dat wil zeggen, het mag nooit niet boven de 7 graden komen of onder de 60 graden komen. Want tussen die twee temperaturen heb je bacterievorming. Maar voor ons, omdat we dus voor senioren werken, moeten we dat doen. Het is veel te gevaarlijk om ook maar iets te riskeren. Maar als een van onze bewoners diarree krijgt, kan dat levensbedreigend zijn. Die karren die zijn op 85 graden ingesteld, dus dat eten is 85 graden als het hier vertrekt. Daar wordt alles klaargemaakt, wordt hierin verdeeld en vertrekt naar de afdelingen. De temperatuur wordt dus constant bewaakt. Van als het door die deur komt in de keuken, wordt het gecontroleerd tot het hier is, tot het daardoor vertrekt. Handschoenen die gebruiken we hier gelijk als dat je thuis peper en zout gebruikt. Dat zijn dozen per dag. Het avondeten staat klaar, de boterhammen zijn gesneden. Het is hier altijd 7 graden binnen. Die sneden zonder korst die heeft iets aan haar handen, dus je kan dat zelf niet meer beleggen, moeten wij smeren vooruit. Zien, vanavond was dat fijnkost, dan hebben die een hoop voorraad bij hun staan van ah, de lust dat niet, we geven iets anders in de plaats. Ten ogenblik dat een van de bewoners iets anders wil, weet ik het binnen de minuut. Vooral heel, dat is belangrijk, dat zijn de twee belangrijkste schappen voor heel de bewoners, de koekjes. Daardoor hebben we ook gewerkt om de smiley te halen. Dat is een erkenning. Om te zeggen van kijk, al wat je doet is in het voordeel van de voedselveiligheid. Dat is een crème brûlée. Maar een crème brûlée, wat ligt er bovenop? Verbrande suiker. Die flan wordt gemaakt met stevia. Mag iedereen eten. En erbovenop doen we dan geen suiker, maar doen we gewoon fijn gemalen speculoos. Zonder suiker. Ja. Het zijn geen valleerders, maar het is wel goed.
Of dat je content bent hier. Ja, we zijn content. Dus het is je eigen goed van eten. En goede verzorging. Je vindt toch niet zijn, hè? Ja? En de bedoeling is dat ze de balletjes in rollen. Ze kunnen daar ook nog ja. Deelnemen is belangrijker dan winnen, hè? Allee, Germain, zo maar ze. Die duurt wel. Allee, Germain. De bedoeling. Ja! Ik heb gewonnen. Ja! Inschrijven.